De winter staat weer voor de deur en dat betekent dat het weer tijd is om te schaatsen. Op de ijsbaan op de Grote Markt hoef je niet meer te wachten, want morgenmiddag wordt die officieel geopend en vandaag kon je alvast een voorproefje nemen. Dit jaar wordt de ijsbaan georganiseerd door het Groningen Winterfestijn. De voorgaande jaren was de ijsbaan overdekt, maar dit jaar kan je schaatsen in de open lucht. De voordelen van een ijsbaan zonder dak is dat je gelijk het apres-ski-gevoel hebt. Is lekker weer, sta je buiten en je bent echt lekker buiten aan het zijn. Dat toegankelijk is. De nadelen is wel, gaat het regenen, dan is natuurlijk het schaatsen een beetje onprettig. Jullie zijn ook druk bezig geweest met het opbouwen ervan. Zijn er nog moeilijkheden geweest? De Grote Markt is bol. Dus dat betekent dat je ijs moet recht liggen. Anders krijg je een scheve ijsbaan of loopt mijn waterbak basically leeg. Dus dat zijn wel uitdagingen geweest, ja. Heb je nou het hele jaar hierop gewacht? Ja, het hele jaar. Ik had er altijd al wel weer zin in om hier te schaatsen. En waarom vind je dat zo leuk? Ja, het is altijd al een ding geweest wat ik heel leuk vond. Dus ja, en ik was hier elk jaar geweest tot nu toe om te schaatsen. Het Groningen Winterfestijn is een organisatie met het idee om verschillende doelgroepen bij de schaatsbaan te betrekken. Daarom hebben ze naast de ijsbaan ook andere leuke activiteiten georganiseerd. Woensdagavond kan je curlen, dan kan je gewoon inschrijven online en kan je met een team kan je komen curlen. De donderdagavond hebben we de apres-ski-avonden. We hebben de vrijdagavonden, dan hebben we de hostings. Dat wil zeggen dat we gaan samenwerken met Groningse partijen, zoals bijvoorbeeld een DOT. Die mogen dan een soort takeover doen en een eigen sausje eraan geven. De zaterdagmiddag gaan we echt richten op kids, de kleintjes. En zondag wordt vooral een keertje een live muziek, muzikant. Gewoon gezellig. Dat lijkt me wel eens leuk om gewoon een keer mee te doen met zoiets. Het is niet, ja, schaatsen is natuurlijk leuk, maar ook gewoon een keer wat anders dan alleen maar schaatsen.